In het kader van de ambachtelijke route maken wij een serie reportages over die ambachten, de ambachtslieden en de locatie. We zijn nu bij Wil en Willem Bolinde. Willem en Wil, wat is je ambacht? Ik ben schoenmaker. En ik ook. Jij ook. Ik ben schoenmaakster. Oké. Kun je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het schoenmaken? Nou, de ontstaansgeschiedenis is natuurlijk al heel lang geleden. Alle eeuwen terug. Daar heb ik me eigenlijk niet zo in verdiept. Maar in principe zijn mensen natuurlijk begonnen met schoenen te dragen om hun voeten te beschermen. Tegen scherpe rotsen, brandnetels, doorns, noem ze maar op. En dat is natuurlijk, ik meen dat het ergens in de 17e eeuw is het echte serieuze schoenen, zoals wij die nu kennen, maken en ook fabriceren is toen begonnen. En later in de 18e eeuw is daar ook het rubber bijvoorbeeld bijgekomen. Hoe lang beoefen je je ambacht al? Ik in mijn geval 42 jaar bijna. En ik 12 jaar. Ja, dat ik. Ik zag op de website dat jij leerbewerking doet. Ja, ik repareer tassen en de ritsen in de laarzen en alles eigenlijk wat met de naaimachine gebeurt. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Wat is jouw beweegredenen om aan de ambachtelijke route deel te nemen? Onze beweegredenen zijn natuurlijk dat we punt 1 een ambacht beoefenen, maar ook dat het natuurlijk heel leuk is voor mensen om de verschillende soorten aan ambachten die er nog bestaan, om die gewoon op één route uiteindelijk te bekijken. En vaak wekt het dan wat meer interesse ook en wat meer vragen ook, roept dat op. Verwacht je veel extra aanloop vanwege die ambachtelijke route? Nee, dat niet direct. Wel kijkers, maar niet direct meer aanloop voor de winkel. Maar goed, want ik ben er voor de kampenaren natuurlijk. Ja. Of wij zijn er voor de kampenaren. En een toerist die zal gerust een keer een paar hakjes, omdat ze net versleten zijn, laten repareren. Maar het is niet zo dat het een doelgroep wordt hierdoor. Heb je ook toevallig iets speciaals voor de kijkers of toeristen in petto? Of bijvoorbeeld met Hanzendagen? Daar denken we nog over na, maar er is nog niets concreets over. Waarin onderscheid jij je van anderen in jouw vakgebied? Waar wij ons in onderscheiden is dat wij hier op originele wijze repareren. Dat wil zeggen dat alle stikmachines die voor doornaaien, CQ aflappen of voor het bovenwerk er zijn, die hebben wij ook in huis. En daarmee kunnen we alle schoenen die gefabriceerd worden ook weer op originele wijze maken. Dat hebben anderen niet? Niet allemaal, nee. Lang niet. Heb je daar een voorbeeld van waarin jij je onderscheidt van anderen? Bijvoorbeeld deze schoen. Die is gefabriceerd met de zogeheten Goodyear-wijze. Dat wil zeggen dat het bovenleer, de binnensool en de rand van deze schoen, die zijn van binnenuit met één stiknaad aan elkaar gezet. Vervolgens wordt er dan de loopzool opgezet en die wordt dan weer op de rand, op deze wijze, aan elkaar genaaid. Dat heet aflappen. En zo'n aflapper die hebben wij hier al sinds jaar en dag in huis. En daarin onderscheiden wij ons met de originele maakwijze. En deze is uiteraard, moet nog gerepareerd worden. Maar zoals deze, die is al gerepareerd. En dan kun je zien dat het gewoon keurig buiten langs op de rand. En het voordeel hiervan is dat de originele maakwijze 1 en 2, de schoen is in zijn geheel in elkaar gestikt. Dus zelfs als zouden we een lijmverbinding nog loslaten, dan is het onmogelijk dat de schoen aan elkaar valt of er zo loslaat. Nee, maar goed, dan wordt hij dus op deze wijze wordt hij helemaal rondom zo gestikt. Langs de buitenkant, wat gewoon heel erg belangrijk is, want deze mag je niet van binnen uitstikken. Bestaat jouw ambacht over 100 jaar nog? Daar durf ik aan te twijfelen. Schoeisel gaat heel snel geproduceerd worden en wordt een wegwerpschoen? Overgeproduceerd. En schoenen kun je nu op dit ogenblik al zien. Over het algemeen is het een accessoire aan het worden. Maar er zullen natuurlijk altijd mensen blijven die op goede schoenen willen en blijven lopen. Ja. En dan zal er natuurlijk zal er nog een stukje ambacht zijn. Alleen dat wordt veel en veel minder als dat nu het geval is. Jij bent schoenmaker, maar
hoofdzakelijk repareer jij schoenen. Kun jij ook een schoen echt maken vanaf het begin? Op school moesten we een mijltje maken. En dat kan ik wel, ja, dat beheers ik wel. Ja. Wat leuk. Het is niet interessant om schoenen op maat te gaan maken voor klanten. Het wordt kostbaar. Dat wordt kostbaar, ja. En dan kom je ook niet meer aan schoenen repareren toe. Dan word je inderdaad schoenmaker en dan moet je iets heel anders gaan doen. Heb jij verder nog iets te melden in het belang van jouw zaak of van de ambachtelijke route in het bijzonder? Of heb je nog een boodschap naar de kampenaren of de toeristen? Nou, nee, de klanten weten me wel te vinden. En de toeristen, nou, die zien we volgend jaar wel en die zullen we ook vriendelijk begroeten. Voor de rest denk ik dat het allemaal goed is. Ik vind trouwens wel dat je een heel bijzondere etalage hebt. Dat is heel mooi gedaan. Daar is mijn vrouw ook verantwoordelijk voor, Wil. Die doet altijd etalage. Als ik het zou doen, dan zou het er heel anders uitzien. Nou, daar zult het me niet over hebben. Wil, hartstikke mooi gedaan, echt waar. Ik vind het superleuk om te doen ook, hoor. Ik probeer elke keer weer iets nieuws te verzinnen, waardoor dat je toch een beetje de aandacht trekt naar de zaak. En we hebben vaste fans, die komen speciaal langs fietsen om te kijken hoe het is geworden of hoe het gaat worden. Gaan jullie die lijn nog doorzetten? Jazeker. We zijn nu aan het voorbereiden en het kan wel even duren. Maar met de tijd willen we toch wel proberen echt in de schoenmaker weer een beetje de old school terug te krijgen in de hele zaak. Dus. Leuk, leuk. Ja. Hey, heel veel succes en heel veel toeristen gewenst. Ja. Merci. Gezellig vinden we het. Ja. Een konijn, denk ik. Oh.